Breda Nu. Je weet het meteen. Het EK Vrouwenvoetbal dag 2. Dit keer werd Breda geheel overgenomen door onze vriendelijke zuidenburen. In het Radverlegstadion speelde België tegen Noorwegen. Verslaggever Rinsen ging weer op zoek naar de fans van beide landen. En wat denkt u ervan vanavond van België? We zullen zien wat het wordt. Het zou wel eens kunnen lukken. We hopen daarop natuurlijk. Maar we zullen zien wat het gaat worden. Maar een beetje sfeer in het stadion moet wel lukken met heel wat Belgen. En je lost the first match from the Netherlands. Yeah. Do you think Norway can win the championship? I don't know. No, I don't think so. Why not? No, because football is 22 players on the field, and at the end, Germany wins. Ben je klaar voor? Ja, ik helemaal. Ja, mooie taak, Kiki vervoeren. Ik word ook uitgelachen door Kiki, zie ik nu, dus ja. Ja, dit is ook het mooiste wat er is, man. Een hele schare supporters achter je staan. Ja, zeker. Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen zouden zijn bij, ja, een niet-Nederlands elftalwedstrijd. Alhoewel België natuurlijk heel dichtbij ligt, maar ja, echt heel vet hoeveel mensen er komen kijken. Dat speelt, ja, laat wel zien dat het echt leeft. Om met zo'n fanwalk mee te lopen? Ja, heel tof, heel tof, heel plezant. Wat gaan ze vanavond doen? Ik hoop winnen, maar ja, we kunnen alleen maar hopen dat ze goed uitkomt. Is één uitslag? 0-2 voor de Belgen. 3-1. Belgium! Hoeveel gaat het worden voor België vanavond? Hopelijk een overwinning. Het gaat moeilijk worden. Mag een uitslag? 1-0. Welke patatjes zijn er lekkerder, die van Nederland of die uit België? Uit België, hè. Waarom? Gewoon. Are you from Norway? No, we are from Germany. But our friends play for Norge. Really? Yeah. Ada Hegerberg, Marim Jelde, Andrien Hegerberg, Elise Tosnes. It's your first time in Breda? Yes, it is, yeah. Do you like it? Yeah, it's good. Yeah, great. Looking forward to the match. What do you think of the match? Listen, Norway are going to win this. How much? 3-0, 3-1 maybe. U heeft hier een foto in de hand. Wie is het? Elke van Gorp, dat is onze nicht. Waarom is ze zo goed? Zomaar. Gewoon, ze is goed. Heeft ze goede techniek, goede dribbel? Zit in de genen. Denk je dat ze veel doelpunten gaat maken vanavond? Ik hoop het, ja. Het zal niet makkelijk zijn, maar ze gaat ervoor. Hoeveel gaat het vanavond worden? 2-0 voor België. Oh, Belgium, we love you, we love you, Belgium. Mjelde. Who is that? Who? Huh? Who is that? Mjelde. That's the captain of Norway. Yes. She's the mother. She's the mother. Mother of Captain Mjelde. Really? Yeah. You're a proud mother. Yeah, I am proud mother. Maar waarom is dit België nou zo goed eigenlijk? Ja, dat is België, hè. Het is voetbal, België, altijd beter dan Nederland. België en Nederland gaan samen door. Ah, dat vind ik wel een leuke optie, dat vind ik wel een goede optie. Dat vind ik wel gezellig. Dat is ook zo. Hoeveel wordt het vanavond? Ik hoop 2-0. Voor de Belgen, hè. Hoop. Belgium! Belgium! Breda Nu. Je weet het meteen.